Een groep kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar is vandaag begonnen aan een tweedaags kinder-yoga-kamp. Dit kamp wordt door de yoga-studio Jewel georganiseerd. Het doel is kinderen op een creatieve manier te leren naar hun lichaam te luisteren door middel van yoga. Mandy Shihung, yoga-instructeur en directeur van yoga-studio Jewel, is 8 jaar terug begonnen met yoga, omdat zij naar rust zocht in haar leven. 4 jaar geleden kwam zij erachter dat er ook kinderyoga bestaat. Zij is zich daarin gaan verdiepen. Shihung zegt dat yoga niet alleen uit oefeningen bestaat, maar je hebt er ook veel voordelen aan. Het meest simpele is zorg voor goede gezondheid. Yoga is niet alleen dat wat je ziet op YouTube aan houdingen. Yoga is veel meer. Er zit een filosofie achter waarbij je leert om te luisteren naar het lichaam, onder andere. En als je luistert naar je lichaam, automatisch zal je niet overdadig gaan eten. Automatisch zal je met meer liefde met elkaar, met je naasten omgaan. En mijn wens is dus voor Suriname dat we allemaal op die manier kunnen omgaan met elkaar. De kinderen leren om samen te spelen en naar hun lichaam luisteren, benadrukt Shihung. Bij yoga wordt het aspect van de beste of snelste niet gehanteerd. De kinderen wordt aangeleerd te luisteren, waardoor zij zullen weten wat hun mogelijkheden zijn en tot hoe ver zij kunnen gaan, zegt Shihung. Net als het voorbeeld wat ik haar aangaf, van bijvoorbeeld 2 meisjes naast elkaar in een klas. En die ene maakt een vooroverbuiging en kan niet verder vanwege misschien een blessure of omdat het lichaam gewoon niet in staat is op dat moment. Dat zij leert luisteren naar haar lichaam om te zeggen van oké, tot hier kan ik. En de andere die kan gewoon heel vrij wel haar, zeg maar, haar vooroverbuiging maken. Dus op die manier luisteren naar het lichaam. Maar ook om te beseffen of om te voelen van oké, ik voel me nu een beetje moe. Ik heb even een time-out nodig, ik ga even rusten. En ook dat leren de kinderen hier bij ons. Dat als ze zich een beetje moe voelen, dan hoeven ze even niet mee te doen. Mogen ze even liggen of zitten, diep ademhalen en weer verder gaan. Dat leren ze ons ook. En als we zien in het dagelijks leven, de meeste mensen, wat hebben ze? Stress. En waarvan komt stress? We hebben niet geleerd om te luisteren naar het lichaam. Om te beseffen van oké, mijn lichaam praat tot me en zegt me oké, nu even een time-out. Vanavond even geen kleren wassen. Morgen is ook een mooie dag. Mandy Shihung, yoga-instructeur. Zij sprak over het tweedaags kinder-yoga-kamp dat door haar studio wordt verzorgd. Donderdag wordt er een tweedaagse tienerkamp gehouden voor tieners tussen 12 en 16 jaar.